Na de opening van de meifeesten met het doorknippen van het lint kwamen de meihoogheden en de genodigden onder leiding van Jean-Pie de Belleman aan in de foyer van het stadhuis voor de receptie. Lieve dames, beste heren, nogmaals van harte welkom hier op deze fantastische opening van 1 mei 2023. Het is toch altijd bijzonder als we zo een dag mogen beginnen. En ik kan me voorstellen toen jullie drie deze morgen om 6 uur wakker werden, of al wakker waard, waart je hier al, dat er een heel mooi verhaal begonnen is, samen omringd ook met natuurlijk heel veel vrienden, maar ook veel vriendinnen van Capriccio, van Balletschool Capriccio, die dat dit jaar ook prachtig gedaan hebben, om jullie naar voren te schuiven, samen met het hele team, want het is eigenlijk de Balletschool Capriccio die dit jaar aan de beurt was om 1 mei mee op te vleugen, en dat hebben ze op een ongelooflijke manier al gedaan. En the best is yet to come, dus het mooiste gaat straks in de stoet nog komen. Maar ik wil eigenlijk beginnen met iemand die mij heel nauw aan het hart ligt, toch ook al proficiat te wensen. U weet of u weet niet, er is een hele lange traditie. Ik heb in de kerk gehoord, al toen God er was, is dat begonnen. Dat was dus al heel veel jaren geleden. Ik had altijd gedacht dat het vroeger was begonnen met die bellenmannen, maar blijkbaar is dat het startpunt wanneer zij begonnen zijn. En Jean-Pie, vandaar ook dat vandaag toch voor u ook een hoogdag is. En dat is voor u altijd 1 mei, maar vandaag in het bijzonder, omdat jij al 25 jaar onze belleman bent. Maar kom, alle gekheid op een stokje. Jean-Pie, we hebben al een heel parcours afgelegd, ook samen met de belleman. Jij was er altijd bij tot op heden, op de vele mooie momenten, maar ook op de moeilijke momenten. Denk aan 11 november 2012, een heel moeilijk moment, waarbij we die optocht hadden, hoop voor de toekomst, en waar jij ook mee de hele karavaan hebt op gang getrokken, om in tijden van een sluiting van Fort, aangekondigde sluiting van Fort, ook mee toch wel de mensen toe te spreken en mee te nemen. En het is eigenlijk ongelooflijk te zien hoe dat wij er al 66 jaar in slagen om die meistoet ook een extra cachet te geven. Door dames, jonge dames die er staan, die een uitstraling geven voor onze stad en die ervoor zorgen dat die O-parade ook voor verwondering zorgt. Want die verwondering, dat hebben we straks nog gehoord in de mis, dat is natuurlijk iets waarvoor wij de O-parade ook kennen. En ik ben ervan overtuigd dat jullie samen ook natuurlijk met de wagenbouwers, samen ook met alle groepen die daaraan deel doen, nemen, ervoor zorgen dat de mensen inderdaad verwonderd zullen zijn vandaag. 1 mei is het momentum, hè, dat er heel veel dingen staan te gebeuren dit jaar in onze mooie stad. Als ik naar het college kijk, dan zie ik Schepen Nagels zitten, die volgende week bijvoorbeeld de open atelierdagen heeft. We hebben Schepen Partoens, volgende week Genk loopt, en we hebben natuurlijk wat frietjes die we gaan eten vandaag, en af en toe een pintje en een borreltje met onze belleman. Dus we zijn blij dat we volgende week zondag Genk loopt hebben. En natuurlijk als Schepen van Deurzen met de kermis, met de markt. Iedereen donderdag, komende donderdag. Dus we hebben alleen al deze week ongelooflijk veel evenementen. Wat natuurlijk super is te zien om samen met het college en met de vele Genkenaren, voor en door Genkenaren, evenementen organiseren. Het is allemaal heel fijn om jullie hier met zoveel te zien. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk een beetje sprakeloos ben al na deze ochtend. Van het moment dat we de loges inkwamen en onze jurken en de make-up en de haren en alles samenkwam, waar we eigenlijk zo lang naartoe gewerkt hebben en waar we zoveel keuzes in moeten hebben maken, dat het nu allemaal samenkwam, dat was eigenlijk heel mooi om te zien. De stress begon ook naarmate dat het later een beetje toe te nemen. Want toen we in de kerk kwamen, toen werd ik eigenlijk heel emotioneel om iedereen te zien en wat we zo samen met ons drie zo naar binnen mochten lopen. Ik heb, moet ik zeggen, vannacht niet veel geslapen omdat ik een beetje stress had. Maar ik kijk er enorm hard naar uit en ik hoop dat we samen nog iets heel moois van gaan maken. Dank je. Maar als aandenken toch van vandaag, dat jullie ook officieel de twee hofdames waren en de meikoningin. Dus die gaan we overhandigen. En we hebben ook nog een mooi cadeautje dat we gaan geven. Ik
denk van Piet Stokmans, vermoed ik. Dat krijgen jullie ook van de stad erbij. Dus dat gaan we nu graag overhandigen. Lisa, voor u een mooie oorkonde. Alsjeblieft, we gaan zo ook eens even kijken voor. En proficiat. Dankjewel. Jo, proficiat. Dus een hele dikke proficiat. Ja, dankjewel. Ziezo, Champy, uw oorkonde. Voilà. Maar ik denk dat ik mag spreken uit ons als schilder. Champy, ik bewonder uw 25-jarig belleman zijn. Uw enthousiasme, uw volharding en uw lekker verward zijn. Het is voor mij een eer om iemand als u te mogen hebben in ons midden. En ik hoop dat dat nog heel lang mag blijven duren. En ik geloof dat er maar één goede manier is om zo'n spits af te ronden. En dat samen met mijn collega's. Bellen, bellen! Bels af! Op de bellen! Bels! Onze jarige belleman kreeg van de stad, maar ook van al zijn collega's, nog geschenken. Lieve dames, geachte heren, bij deze verklaar ik de receptie voor geopend, maar men zegge het volgt. Bedankt voor alles. Nu nog het gulden boek tekenen. Met een glaasje en een hapje werd de receptie afgesloten en was men klaar voor het verdere verloop van de 1 mei festiviteiten.